Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Sessie 2. Het trainen van het onderlichaam. Voor deze sessie is het erg belangrijk dat je een muur in de buurt hebt waar je de ruimte hebt om tegen deze muur aan te gaan zitten. Dit is noodzakelijk bij een oefening die we uit gaan voeren in deze sessie. Je hebt dus genoeg ruimte nodig bij de muur. De muur zou ook als ondersteuning kunnen dienen bij het uitvoeren van de overige oefeningen die aan bod komen in deze sessie. Je zou er ook een stoel bij kunnen pakken. De stoel zou ook als ondersteuning of als hulpmiddel kunnen dienen bij het uitvoeren van de overige oefeningen die terugkomen in deze sessie. Als laatste zou je een fles gevuld met water of een gewicht erbij kunnen pakken. Dit kun je namelijk gebruiken om de oefeningen zwaarder te maken indien je dit zou willen. Je zou bijvoorbeeld een 1,5 liter fles kunnen pakken die fijn in de handen ligt en die kun je vullen met water. Je kunt zelf aanvoelen hoe zwaar je deze wil. Test even wat jij hierin fijn vindt. Als je thuis een gewicht hebt liggen die fijn in de handen ligt, zou je deze er natuurlijk ook bij kunnen pakken. Zo kun je zelf even uittesten hoe jij het fijn vindt om de oefeningen uit te voeren. Hoi, welkom bij Online Bewegen, mij houd je niet tegen. Het online beweegaanbod voor slechtziende en blinde mensen van Koninklijke Visio. Mijn naam is Anouk. 8 sessies lang ga ik samen met jullie bewegen. Elke sessie bevat oefeningen die op een laagdrempelige manier thuis zijn uit te voeren. Er zullen veel variaties aan bod komen, zodat jij op je eigen manier de oefeningen kunt uitvoeren. Jij kunt hierin kijken wat je fijn vindt en hoe jij de oefening dus wilt beoefenen. In deze sessie komen de oefeningen die in sessie 1 aan bod zijn gekomen weer terug en er worden 2 nieuwe oefeningen toegevoegd. De oefeningen die zijn goed voor de kracht en voor de conditie. In deze sessie worden dus weer de achterwaartse lunge en de goblet squat beoefend. De nieuwe oefeningen zijn de calf raises. Dit schrijf je als C, A, L, F, R, A, I, S, E, S en de wall sit. Dus tegen de muur aan zitten, dat schrijf je als W, A, L, L, S, I, T. In deze sessie komt er weer een warming-up aan bod die we al hebben uitgevoerd in sessie 1. Deze gaan we dus even kort herhalen en vervolgens uitoefenen. Dan komt de kern aan bod met de herhaling van de achterwaartse lunge en de goblet squat. Dan zullen de nieuwe oefeningen worden uitgelegd, samen geoefend en worden uitgevoerd. En tenslotte is er de cooling down. Als je wil, kun je een lekker muziekje opzetten. Zorg er wel voor dat je mij blijft horen, zodat je goed de oefeningen kunt meedoen. Dan gaan we nu beginnen met de warming-up. Doe maar mee! De warming-up is bijna helemaal hetzelfde als in sessie 1. We gaan namelijk beginnen met het wandelen op de plaats. In sessie 1 deden we dit met het rechterarm en rechterbeen. Nu gaan we het als volgt doen. We gaan namelijk stappen op de plaats. Als je je rechterbeen beweegt, dus daar een stap mee maakt, dan beweegt je linkerarm mee en andersom. Dus met je linkerbeen beweegt je rechterarm mee. Dus je gaat wandelen op de plaats, alsof je echt aan het wandelen bent. Wanneer je dus je linker stap zet, beweegt je rechterarm mee naar voren en dan stappen we op de plaats. Het lichaam is hierbij recht en je beweegt je arm mee van achteren naar voren en je elleboog is hierbij in een hoek. Beweegt je armen dus mee terwijl je aan het lopen bent. Je beweegt hier niet van je plek af, maar je gaat stappen op je plaats. Deze oefening gaan we zo meteen voor 1 minuut lang uitvoeren. Dus wandelen op de plaats,
Wanneer je met rechts een stap zet, beweegt je linkerarm mee. Wanneer je met je linkerbeen een stap zet, beweegt je rechterarm mee. Ik tel zo meteen af. Ga maar alvast klaarstaan met je voeten op heupbreedte. En dan gaan we stappen op de plaats. Over 3, 2, 1. En doe maar mee, een minuutje. Houd het vol en doe het op je eigen tempo. Dan worden we even lekker warm. Dus stap maar lekker door en beweeg je armen goed mee. Dit gaat supergoed. Dus rustig lekker wandelen op je plaats. En je hele lichaam is hierbij in beweging. We zijn al over de helft heen. Supergoed, hou vol. Nog 15 seconden. Nog 10 seconden. Nog 3, 2, 1. Super! Dan gaan we nu door met het knieën heffen. Deze oefening voeren we zometeen weer voor 30 seconden uit. Je gaat met je voeten op heupbreedte uit elkaar staan. En vervolgens haal je je knieën om en om omhoog tot heuphoogte, dus tot je heupen. Hier beweeg je je armen mee, net zoals dat je net bij het wandelen op de plaats hebt gedaan. Dus doe maar mee, gaan we even oefenen. Als je je rechterknie omhoog haalt, beweeg je je linkerarm mee naar voren. En als je de rechterknie weer neerzet, dan beweeg je de linkerarm weer naar achteren, waardoor deze naast je lichaam komt te hangen. Met de linkerknie gaat dit hetzelfde. Dus dan doe je de linkerknie omhoog tot heuphoogte. En dan beweeg je je rechterarm mee naar voren. Dus je beweegt het tegenovergestelde ledemaat mee. Dus je bent eigenlijk aan het stappen op de plaats waarbij je je knieën intensief tot de heuphoogte omhoog haalt. We gaan deze oefening voor 30 seconden uitvoeren. Dus dan ga ik zo aftellen. Dan gaan we de knieën omhoog halen en de armen goed mee bewegen op je eigen tempo. En dan gaan we over, ga maar klaarstaan. Over 5, 4, 3, 2, 1. 30 seconden, doe maar mee. Op je eigen tempo haal je knieën tot je heuphoogte omhoog en beweeg je armen goed mee. Dit gaat super. Houd dit vol op je eigen tempo. Nog 3, 2, 1. Yes, heel goed. Dan gaan we nu door naar de volgende oefening. En dat is het hakkenbillen. Dit was de oefening waarbij je in een jogtempo je hakken richting je billen brengt. Je kunt hiervoor even bij de muur gaan staan. Zorg er dan voor dat je muur aan je rechter of aan je linkerkant is, zodat je je hand met de handpalm tegen de muur kunt plaatsen ter ondersteuning. Je zou ook een stoel erbij kunnen pakken. Dan kun je de stoel aan de bovenkant van de rugsteun vastpakken. Let er wel gedurende de oefening op dat de houding van jouw rug en je lichaam recht blijft. De oefening gaat als volgt. Ik ga hem even herhalen en dan kunnen we hem zo gaan uitvoeren. Je gaat eigenlijk staan met je voeten op heupbreedte. En vervolgens ga je je rechterhak naar je rechterbil toe brengen. En je linkerhak breng je naar je linkerbil toe. Dan tik je met je hakken je billen aan. Of je raakt bijna je billen aan. Je brengt de hakken in ieder geval richting je billen. Kijk zelf even wat jij hierin fijn vindt. Als je dit met een stoel of met een muur als ondersteuning doet, dan pak je dus de muur of de stoel beet. En vervolgens ga je op een jogtempo een beetje joggen, waarbij je je hakken richting je billen brengt. Dus om en om. Dus je rechtervoet met je rechterhak naar je rechterbil. En je linkervoet dus met je linkerhak naar je linkerbil. Als je geen ondersteuning gebruikt,
dan beweeg je je armen mee. Wanneer je dan met je rechterhak naar je rechterbeen toe gaat, beweeg je je linkerarm mee naar voren. En wanneer je met je linkerhak naar je linkerbeen toe gaat, beweeg je je rechterarm mee naar voren. Dus echt alsof je aan het joggen bent en je hakken naar je billen toe brengt. Deze oefening gaan we 30 seconden uitvoeren. Ga maar klaarstaan. Zet je voet op heupbreedte. En dan beginnen we over. 3, 2, 1. Yes, doe maar mee. Hakken richting de billen brengen. Dit gaat al helemaal super. Hou vol en ga zo door en voer het op je eigen tempo uit. We zijn al over de helft. Nog 10 seconden. Super, nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes, dan gaan we door naar de volgende oefening. En dat is dribbelen. Dit is de oefening waarbij je gaat rennen op je plaats. Je gaat met je voeten op heupbreedte uit elkaar staan. En vervolgens ga je hele kleine stapjes maken met je voeten, waarbij je op je tenen gaat staan. Op je voorvoeten dus. Je beweegt je armen goed mee. Je kunt even ter ondersteuning een stoel of de muur pakken. Je gaat de stapjes zo zetten alsof je rent op je plaats. En doe het vooral op je eigen tempo. Je zet dus hele kleine stapjes om en om. Oefen maar even mee. Bij deze oefening kun je iets naar voren leunen met je bovenlichaam, maar die is wel recht. Dat kun je ook voor de balans doen. We gaan dus kleine stapjes zetten en deze oefening doen we zometeen voor 15 seconden. Je kunt hem nog even mee oefenen zodat je hem weer helemaal onder de knie hebt als we hem zo gaan uitvoeren. En als je hem dan onder de knie hebt, dan kun je klaar gaan staan. En dan tel ik zo af en dan gaan we hem uitvoeren. Over 3, 2, 1 en start. Hou hem vol voor 15 seconden. Gaat hartstikke goed. We zijn al over de helft. Nog 3, 2, 1 en super goed gedaan. We gaan verder met het herhalen van het knieënheffen. Deze oefening hebben we net ook gehad. Dus je gaat weer met je voeten op heupbreedte staan. En vervolgens haal je om en om je knieën omhoog tot je heuphoogte, waarbij je je armen meebeweegt. Dus wanneer je je rechterknie omhoog haalt, beweegt je linkerarm mee. En wanneer je je linkerknie omhoog haalt, beweegt je rechterarm mee. Zo gaan we dus weer stappen op de plaats met het meebewegen van de armen, waarbij de knieën omhoog komen. We gaan deze oefening weer voor 30 seconden uitvoeren. Dus ga maar klaarstaan met je voeten op heupbreedte. En dan beginnen we over. 3, 2, 1. Yes, doe maar mee. Dus de knieën omhoog halen. Doe het op je eigen tempo. Beweeg je armen goed mee. Dus lekker stappen op de plaats waarbij de knieën omhoog komen. Dit gaat super. Gaat hartstikke goed. Nog 5 seconden. Nog 3, 2, 1. Yes. Dan gaan we nu door naar de volgende oefening. En dit is het knieën heffen met een sprongetje. Dit is dus weer alsof je aan het joggen bent, waarbij je je knieën tot de heuphoogte brengt en je je armen weer meebeweegt. Maar je kunt ook weer de stoel of de muur als steun gebruiken. De oefening gaat als volgt. Je gaat met de voeten op heupbreedte staan en vervolgens breng je je knieën om en om richting heuphoogte met een sprongetje. Als je een muur of een stoel gebruikt, let er dan op dat de houding recht blijft. Dit is een aandachtspuntje. Als je dan je rechterknie omhoog brengt, beweeg je je linkerarm mee naar voren. Tegelijkertijd maak je een hupje met je linkerbeen
waardoor je linkerknie omhoog komt en je rechterbeen weer naar beneden gaat. En dan beweeg je dus ook automatisch je rechterarm mee. Zo ga je joggen met de knieën omhoog. Als jij hier een stoel gebruikt, let dus op je houding. Als je de muur gebruikt, ga dan weer staan zodat de muur aan jouw rechterkant of aan je linkerkant is. Zodat je je hand tegen de muur kunt plaatsen. We gaan deze oefening voor 30 seconden uitvoeren. Dus ga maar klaarstaan met de voeten op heupbreedte. En dan gaan we beginnen. Over 3, 2, 1 en begin maar. Voer het op je eigen tempo uit. Let erop dat je houding recht blijft. En het gaat helemaal super. Kies zelf of je het met of zonder ondersteuning doet. Goed zo, hou vol, ga zo door. Super, nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Hartstikke goed. Dan gaan we nu door naar de volgende oefening. De volgende oefening is het dribbelen. Deze oefening hebben we al gehad. Dus deze gaan we meteen weer 15 seconden erbij pakken. Ga weer in de beginpositie staan. Dus de voeten op heupbreedte. Dit is de oefening waar je op je voorvoeten gaat rennen op je plek. Ook bijna op je tenen sta je dan. En je beweegt je arm goed mee. Dan gaan we over 3, 2, 1, 15 seconden. Doe maar mee. Rennen op je plek. Je hele lichaam is in beweging. Je beweegt op je voorvoeten, op je tenen. Goed zo, heel goed. Ja, en neem je rust. Dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste oefening van de warming-up. En dan zijn jullie goed warm om aan de oefeningen te beginnen die in de kern aan bod komen. De laatste oefening van de warming-up is de zijwaartse sprong. Hiervoor is het handig als je even een stoel pakt waarbij je de bovenkant van de steun, dus van de leuning waar je zit, kunt vasthouden of even goed je balans zoekt. Hierbij ga je namelijk van links naar rechts springen. Je kunt je armen hiervoor ook gebruiken om de balans te houden. Dus ga dadelijk weer staan met de voeten op heupbreedte. Dan maak je een sprong naar rechts. En dan balanceer je. Je gaat een beetje door je knieën. En van daaruit maak je weer een sprong naar links. Dus je gaat eigenlijk steeds op en neer springen. Als je de sprong maakt, kun je je armen meebewegen. Dus als je springt, beweeg je je armen naar voren. En gedurende de sprong sla je ze naar achteren. Zo beweeg je armen mee op en neer. Dan gaan we hem even samen oefenen. Ga op heupbreedte staan. Zak iets door je knieën. Spring naar rechts. Even balanceren. En dan springen we naar links. En deze balanceren we ook. Je kunt de oefening ook met een stoel uitvoeren. Dan pak je de stoel bij de bovenkant van de rugsteun vast. En dan spring je op en neer. Haal wel de kracht uit je benen en zorg ervoor dat je bovenlichaam recht blijft. Deze oefening gaan we zo meteen voor 30 seconden uitvoeren. Dus van links naar rechts springen. Met beide voeten tegelijk springen en je buigt een beetje door je knieën als je neerkomt op de grond. Dan gaan we de oefening uitvoeren. Over 3, 2, 1... En spring maar mee. Springen naar rechts, naar links. Je springt steeds naar de zijkant op en neer. Super, ga door. Hartstikke goed. We zijn er over de helft heen. Doe het op je eigen tempo. Dat is heel belangrijk. Nog 3, 2. 1. Yes, helemaal goed. Super gedaan. Dit was de warming-up. We gaan nu verder met de oefeningen. Dan gaan we nu aan de slag met de oefeningen uit de kern. We gaan eerst de oefeningen uit sessie 1 herhalen. Dit zijn de achterwaartse lunge en de goblet squat. Daarna zullen de twee nieuwe oefeningen aan bod komen.
Je zou voor de achterwaartse lunge en de goblet squat weer een fles water of een gewicht erbij kunnen pakken en eventueel een stoel ter ondersteuning of je kunt bij de muur gaan staan. Ik ga de oefening weer heel even kort toelichten en daarna gaan we meteen uitvoeren. We zullen de oefening nu 30 seconden uitvoeren, dan rust, dan weer 30 seconden. In sessie 1 was dit 1 minuut, omdat we daar maar 2 oefeningen hadden. Maar in deze sessie hebben we in totaal dus 4 oefeningen. Dus vandaar is de tijd van de oefening iets korter. Dit zal ik zo ook nog aangeven. Dan gaan we nu beginnen. Oké, oefen maar meteen even mee. Kies er ook meteen voor of je de achterwaartse of de voorwaartse lunge doet. Ik leg eerst de achterwaartse lunge uit. Daarna zal ik ook nog even kort de voorwaartse lunge uitleggen, zodat je zelf kunt kijken welke je uitvoert. Je kunt er ook even de fles gevuld met water bij pakken of het gewicht als je dit wil. Ook zou je even bij de muur kunnen gaan staan of bij de stoel voor de ondersteuning. Kies even zelf hoe je de oefening uitvoert en wat jij het fijnst vindt. Indien je de fles gevuld met water of een gewicht gebruikt, dan hou je deze fles of het gewicht met beide handen vast op borsthoogte. Dan begin ik nu met de uitleg. Dan kun je meteen mee oefenen. We gaan rechtop staan met de benen op heupwijdte uit elkaar en zetten de handen in de zij. Dan span je je buikspieren aan en houd je je rug recht. En dan gaan we oefenen met het rechterbeen. We stappen met het rechterbeen naar achteren en zakken door de heupen. Beide knieën worden gebogen in 90 graden. Je knieën staan dus beide in een hoek. Je achterste voet staat op de tenen. Je zakt door totdat je knie net boven de grond hangt. Deze raakt de grond dus net niet. Het is belangrijk dat bij je voorste been, dus je linkerbeen, de knie niet voorbij de tenen komt of dat deze naar de zijkanten beweegt. De knie is dus stabiel. Als het goed is, voel je nu dat je benen en je billen worden aangespannen. Dat is helemaal goed, want daarvoor dient deze oefening ook. Als je in deze houding staat, ga je weer terug naar de beginpositie om de oefening nog een keer uit te voeren. Dat doe je in dit geval door je voorste bovenbeen aan te spannen, dus je linker bovenbeen, en je drukt de hak van het linkerbeen in de grond. Dan kom je in de beginpositie en voer je de oefening nog een keer uit. Dan licht ik even kort de voorwaartse lunge toe. Oefen maar mee. Dus je gaat met de voeten op heupbreedte staan. Handen in je zij. Je rug is recht. En je spant je buikspieren aan. Dan gaan we even met het rechterbeen oefenen. En dan zetten we het been dus niet naar achter. Maar we zetten het rechterbeen met een grote stap naar voren. Vervolgens zak je door je heupen heen. En dan buig je beide knieën in een hoek van 90 graden. Zorg ervoor dat je voorste knie hier niet over je tenen heen komt. Als dit gebeurt, kun je met je voorste been iets verder uitstappen. Als je naar beneden bent gezakt, dan staat je achterste been, dus in dit geval je linkerbeen, met de voet niet op de grond, want je voet staat namelijk op je tenen. Dan zak je door totdat je linkerknie net boven de grond hangt en dus de grond net niet raakt. Je rechterbeen staat voor je. De knie van dit been staat stabiel en beweegt niet over de tenen heen. Als je in deze positie staat, dan kun je weer naar de beginpositie gaan door middel van je rechterbovenbeen aan te spannen en de hak van de voet op de grond te duwen. Dan kom je weer in de beginpositie en dan kun je de oefening opnieuw uitvoeren. Kies er zelf voor of je een variatie gebruikt tussen het gewicht, de fles of de voorwaartse lunge. Ik voer de achterwaartse lunge uit, kies wat jij wil. Dan gaan we eerst voor 30 seconden het rechterbeen naar achteren of naar voren zetten. Dan hebben we rust en daarna gaan we het linkerbeen naar achteren of naar voren zetten. Dus ga maar klaarstaan in de beginpositie. En dan beginnen we met het rechterbeen. Over 3, 2, 1 en start. Doe maar mee.
Ik zet mijn rechterbeen naar achteren, want ik kies voor de achterwaartse lunge. Zorg ervoor dat je eens naar beneden zakt, door je knieën en door je heupen. En je knie hangt net boven de grond. En vervolgens kom je omhoog en voer je de oefening opnieuw uit. Gaat super. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Hartstikke goed. Neem even een halve minuut rust. Drink even een slokje water als je dit wil. En dan gaan we zo verder. En dan gaan we door met het linkerbeen naar achteren of naar voren stappen. Hebben nog even 10 seconden rust. Ga langzaamaan weer in de beginpositie staan. Dan gaan we over 3, 2, 1. Yes, half minuut met het linkerbeen. Hou vol en doe het op het tempo wat jij fijn vindt. Op de manier hoe jij het fijn vindt. Het gaat hartstikke goed. We zijn al over de helft heen. Nog 10 seconden. Gaat super. Nog 5, 4, hou vol, 3, 2, 1, heel goed. Super goed gedaan, dan gaan we nu door naar de volgende oefening. Dan gaan we nu door naar de goblet squat. We gaan deze oefening weer voor 30 seconden uitvoeren, dan 30 seconden rust en vervolgens voeren we hem weer voor 30 seconden uit. Eerst zal ik nog even kort toelichten hoe de oefening ook alweer ging. En kun je nog even kort mee oefenen. Je kunt ook zelf alle variaties toepassen die je wil. Hierin kun je denken aan de fles met water, het gewichtje en met of zonder ondersteuning. Dan gaan we nu aan de slag. Oefen maar meteen mee. Kies dus meteen even hoe je de oefening uitvoert en of je het met materialen uitvoert. Ik voer de oefening zonder materialen uit. Dan doen we hem één keertje even samen. Dus we gaan rechtop staan. En je plaatst de voeten op schouderbreedte met de tenen iets naar buiten gericht. Dan gaan we een kniebuiging maken alsof we op een stoel gaan zitten. Je zou hier de stoel achter je neer kunnen zetten om een indicatie te kunnen maken van hoe diep je gaat. En als je naar beneden zakt met de kniebuiging, dan maken de heupen één beweging naar achteren, waarbij de billen ook naar achteren zakken. Voor de balans kun je je armen naar voren bewegen wanneer je naar beneden zakt. De armen zijn dan recht voor je en gestrekt. Als je dan naar boven komt, dan beweeg je je armen terug naar achter, waardoor ze weer naast je lichaam komen te hangen. Gedurende de oefening is het belangrijk dat de rug recht is en dat de knieën stabiel staan. Terwijl je de beweging naar beneden maakt, span je je core aan. En je core was de kern van je lichaam, dus je schouderspieren tot en met je spieren in het bekken. Je zorgt er ook voor dat je knieën niet over je tenen heen komen. Als dit wel gebeurt, zou je je billen meer naar achteren kunnen duwen om dit te herstellen. Het is ook belangrijk dat je knieën niet in het slot komen te staan. En dan kun je vervolgens zakken totdat je niet meer verder kunt. Daag jezelf hierin uit en kijk wat je zelf hierin fijn vindt. Na de kniebuiging, alsof je dus op een stoel gaat zitten, kom je weer omhoog en vervolgens herhaal je de oefening. Tijdens deze oefening zul je voelen dat je benen hard aan het werken zijn. Dit is goed. Indien je de oefening met een fles gevuld met water of met een gewicht uit wil voeren, dan hou je de fles weer met beide handen vast op borsthoogte. We gaan deze oefening zometeen voor 30 seconden uitvoeren. Dan hebben we 30 seconden rust en dan voeren we hem weer voor 30 seconden uit. Dus kies even hoe je de oefening uit gaat voeren. En dan beginnen we over 3, 2, 1, 30 seconden. Voer hem maar uit. Dus je gaat staan met je voeten op schouderbreedte, tenen iets naar buiten gericht. En je zakt alsof je op een stoel gaat zitten. En vervolgens kom je weer omhoog. Je kunt je armen meenemen voor de balans. Je zou ook de muur of de stoel kunnen gebruiken voor de balans. Nog 10 seconden, hou vol. Doe het op je eigen tempo. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Super, hebben we een halve minuut rust. En dan gaan we zo meteen verder.
Dan doen we de oefening nog een keer. En dan kun je zelf verkiezen hoe jij het fijn vindt om de oefening uit te voeren. Dus neem even goed je rust. Nog 10 seconden rust. Nog 3, 2, 1. En we starten weer. Ze zakken weer naar beneden. En hou vol. Doe het op je eigen tempo. Voel aan wat voor jou fijn is. We zijn bijna op de helft. Het gaat super. Hou vol. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Top. Dan mag je met deze oefening stoppen. Dan hebben we de oefeningen uit sessie 1 gehad. En nu gaan we door met de eerste nieuwe oefening. Namelijk de calf raises. Met deze oefening train je de spieren in de kuiten. Dus de kuitspieren. Ik ga de oefening eerst uitleggen. Vervolgens oefenen we even samen. En dan gaan we hem uitvoeren. Ook deze oefening voeren we weer 30 seconden uit. Dan hebben we rust. En dan voeren we hem weer 30 seconden uit. Dan gaan we nu aan de slag. Ik zal de oefening eerst toelichten en oefen maar meteen mee. Zoals gezegd is deze oefening bedoeld om de kuitspieren te trainen. De oefening gaat als volgt. Je gaat rechtop staan met de voeten op schouderbreedte. Je rug is recht, je hele lichaam is recht en je spant je koor en je billen aan. En je koor span je dus aan door je buik en je rug aan te spannen. Vervolgens duw je jezelf vanuit je voeten omhoog. Dit doe je vanuit de bal van je voet, dus dat kussentje onder je voet waar je op staat. En dan kom je op je tenen te staan. Dus je staat recht met je voeten op schouderbreedte en vervolgens ga je op je tenen staan, vanuit de staande houding. Als je op je tenen staat, hou je deze oefening voor 2 seconden vast en vervolgens laat je jezelf weer naar beneden zakken, waardoor je weer op beide voeten komt te staan. Dus we oefenen nog even nog een keer samen. Dus je gaat staan met voeten op schouderbreedte. En dan duw je jezelf omhoog, zodat je op je tenen komt staan. Hou deze oefening voor 2 seconden vast. En je gaat weer naar beneden. De variaties hierbij zijn, is dat als je het lastig vindt om de balans te houden, om je handen tegen de muur aan te zetten, dan ervaar je steun. Dus dan ga je voor de muur staan, met je gezicht naar de muur toe. En dan plaats je je handen plat tegen de muur aan, alsof je de muur weg wilt duwen. Zo hou je ze tegen de muur aan. En ook zou je weer flessen water in je handen kunnen pakken om extra gewicht toe te voegen. Dus je kunt zelf kiezen of je de handen tegen de muur houdt voor steun, of je het zonder de muur uitvoert en of je het met of zonder de flessen water uitvoert. Je zou hier met 2 handen 1 fles water beet kunnen pakken. Maar je zou ook 2 flessen water erbij kunnen pakken, zodat je in elke hand 1 fles water kunt vasthouden. Hier kun je zelf helemaal kiezen wat je wil doen. Dan gaan we de oefening zo voor 30 seconden uitvoeren. En in die 30 seconden ga je dus steeds op je tenen staan, kom je weer naar beneden. En daartussen hou je het dus 2 seconden vast. Voer het geheel op je eigen tempo uit. En dan gaan we klaarstaan. Over 3, 2, 1 en start. Je voelt dit dus in je kuiten als je op je tenen gaat staan en weer terug. Super! Dit gaat hartstikke goed. Het is goed als je het in je kuiten voelt. We zijn al over de helft heen. Nog 3. 2, 1, yes. Dan hebben we even 30 seconden rust. Schud even je benen los. En dan gaan we zo weer aan de slag. Nog een keer 30 seconden. Als je op je tenen staat, de houding vasthouden. Voor 2 seconden. En weer naar beneden zakken.
Dan gaan we weer over 5, 4, 3, 2, 1 en begin maar weer. Houd het vol. Het gaat supergoed. Gaat hartstikke goed. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Super, heel goed gedaan. Dan gaan we nu door naar de wall-sit. De laatste oefening in de kern van vandaag. Met de wall-sit train je de spieren in je bovenbenen, je bilspieren, je buikspieren en de spieren in je onderrug. Het is voor deze oefening noodzakelijk dat je bij een muur staat en dat je hier alle ruimte hebt. We gaan namelijk tegen de muur aanzitten. Ik zal de oefening zo toelichten, dan nemen we de oefening even samen door en vervolgens gaan we aan de slag. We gaan de oefening voor 30 seconden uitvoeren, dan is er 30 seconden rust en vervolgens voeren we weer de oefening voor 30 seconden uit. Je hoeft niet de volle 30 seconden vol te houden. Kijk even wat in deze oefening het uiterste voor jou is en waar jij je fijn bij voelt. Als je eerder wil stoppen, kan dit ook altijd. Het gaat om hoe jij je erbij voelt. Dan gaan we nu door naar de uitleg. Zoek alvast een gladde muur op of een deur. Het is belangrijk dat de muur glad is, omdat je met je lichaam op en neer langs de muur zult gaan glijden en tegen de muur aan zult gaan zitten. Als je ervoor kiest om een deur te gebruiken, zorg er dan voor dat deze niet opeens open kan gaan en dat je geen last hebt van de deurklink. Met deze oefening wordt het uithoudingsvermogen van de bovenbenen getraind. De oefening gaat als volgt. Zoek even een stevige muur op waar je tegenaan kunt gaan staan. Je gaat namelijk heel erg tegen de muur aanleunen. We gaan de oefening even samen doornemen. Ga met je rug tegen de muur aanstaan. Als je met je rug tegen de muur aanstaat, dan zak je rustig door je knieën. Het is bij wijze van alsof er een plankje is waar je op kunt gaan zitten. En dan is de muur is de rugleuning. Dus je creëert eigenlijk een eigen stoel, maar dan ga je op lucht zitten. Je zet je voeten, namelijk als je door je knieën gaat, met een kleine stap naar voren, op heupbreedte. Dus je voeten staan op heupbreedte. Zorg ervoor dat je knieën in een hoek van 90 graden komen te staan, dus alsof je op een stoel zit. Gedurende de oefening kun je je handen op je benen laten rusten. Dus alsof je dus op een stoel zit en dan kun je je handen op je benen leggen. Als je het fijn vindt, kun je je armen ook naast je laten rusten. Kijk erin zelf wat jij fijn vindt. Probeer alleen niet om met je handen de muur weg te drukken. Dus zet je handen niet tegen de muur aan, want dat kan zorgen dat er minder kracht uit je benen wordt gehaald. Laat ze dus naast je lichaam rusten, dan hangen je armen naar beneden of leg je handen met de platte hand rustig op je benen. Als variatie zou je de oefening korter of langer kunnen vasthouden. Indien je de oefening langer wil vasthouden, zet dan even de video op stop en time de tijd. Hoe dieper je zakt, hoe zwaarder de oefening. Let er wel op dat je niet met je billen dieper zakt dan je knieën. Deze oefening, die houden we zo meteen voor 30 seconden vast. Dus je gaat in deze houding zitten door middel van tegen de muur aan te gaan staan met je rug en door een stap naar voren te zetten, dan staan je voeten op heupbreedte en je zit tegen de muur aan. En in deze houding blijf je dan voor 30 seconden of voor hoe lang jij wil, blijf je in zitten. Dus het is alsof je op een stoel gaat zitten met de muur als rugleuning. En je hebt een doorzichtig zitvlak. En je benen die houden de kracht op om te blijven zitten.
Dan gaan we de oefening zo meteen voor 30 seconden uitvoeren. Dan hebben we 30 seconden rust. En vervolgens voeren we hem voor de tweede keer 30 seconden uit. Maar voordat we daarmee beginnen, bedoel ik de laatste variatie die je kunt toevoegen. Je zou ook de fles gevuld met water op het gewicht als je die hebt, op borsthoogte vast kunnen houden met beide handen terwijl je in de houding zit. Dan gaan we beginnen. Ga tegen de muur aanstaan met je rug, met je voeten op heupbreedte en zak richting beneden. Als je dan in de hoek van 90 graden staat, alsof je op een stoel zit, gaat de tijd in over 3, 2, 1 en hou vol, de halve minuut gaat nu in. Je benen kunnen gaan trillen, dit komt omdat je spieren erg hard werken. Er zijn al 10 seconden voorbij. We zitten op de helft. Nog 10 seconden, hou vol. Nog heel even. Nog 3, 2, 1. Yes. Neem even een half minuut rust. Ga even staan. Schud even goed je benen los. Dan gaan we deze oefening zo meteen weer voor een halve minuut uitvoeren. Nog 20 seconden rust. Nog 10 seconden, ga alvast met je rug tegen de muur staan. De oefening begint, de tijd gaat in. Over 3, 2, 1, een halve minuut. Yes, daar gaan we weer. Hou vol. Gaat supergoed. We zijn bijna op de helft. Super, heel goed. Ga door. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kom even omhoog. Ga even staan. Schud goed je benen los. Want dan gaan we door naar de cooling down. De cooling down bestaat net zoals in sessie 1 uit 2 oefeningen. Namelijk uit het rekken van de kuitspieren en het rekken van de spieren in het bovenbeen. De cooling down is hetzelfde. Kijk even of je je de oefeningen nog herinnert. We gaan hem weer eerst even samen oefenen en dan voeren we hem uit. We gaan nu naar de cooling down. Oefen maar gelijk mee. We beginnen met het rekken van de linker kuitspieren. De oefening gaat als volgt. Je gaat met beide benen naast elkaar staan en vervolgens zet je met je rechterbeen een grote stap naar voren. Je rechterknie is dan lichtelijk gebogen en je linkerbeen staat gestrekt achter je. Dus je linkerbeen is gestrekt achter je en je rechterbeen staat naar voren met een buiging in de knie. Allebei de voeten staan helemaal op de grond. Vervolgens steun je met beide handen op het rechterbeen net boven de knie. Dan breng je het gewicht goed over naar het rechterbeen en dan voel je een rek in de linkerkuit ontstaan. Dit is goed, dit willen we creëren. Als je geen rek voelt in de kuit, kun je met je voorste been een iets grotere stap naar voren zetten of je zet je achterste been iets naar achteren. Deze oefening voeren we zo voor de linkerkuit 2 keer voor 5 seconden uit. Als je de rechterkuit wil rekken, dan gaat de oefening hetzelfde, maar dan stap je met je linkerbeen met een grote stap naar voren. Dan buig je je linkerknie lichtelijk en dan staat je rechterbeen achter je gestrekt en weer staan beide voeten helemaal op de grond. Je steunt dan met je handen net boven de knie op het linkerbeen, dan breng je het gewicht goed over naar het linkerbeen. Je rechterbeen is achter je gestrekt met de hele voet op de grond. En dan voel je een rek in de rechterkuit ontstaan. En deze positie houden we weer voor 5 seconden vast. En dan gaan we deze zo ook voor 2 keer 5 seconden uitvoeren. Dus dan beginnen we. Dan gaan we klaarstaan. En dan beginnen we met het rekken van de spieren
in de linkerkuit. Dus dan gaan we klaarstaan, beide voeten op de grond. En we zetten een grote stap naar voren. We buigen de rechterknie lichtelijk. Het linkerbeen is achter je gestrekt. Je zet je handen op het bovenbeen net boven de knie neer. Leunt een beetje naar voren op je voorste been. En dan voel je in je linkerkuit een rek ontstaan. Dit houden we vast. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Super. Mag je weer terug naar de beginpositie. Dan zetten we nu het linkerbeen naar voren. En het rechterbeen naar achteren. Dan gaan we de rechterkuitspieren strekken. Dus linkerbeen naar voren, knie lichtelijk gebogen. Voet op de grond met een gehele hak ook. Rechterbeen is achter gestrekt. Ook hele voet op de grond. Je handen staan op je linkerbeen net boven de knie op het bovenbeen. We leunen daar iets op en je voelt een rek in je rechterbeen. Dat houden we vast. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wisselen weer om. Gaan we weer de linkerkuitspieren rekken. Dus je zet je rechterbeen naar voren, knie lichtelijk gebogen. Je linkerbeen staat achter je gestrekt. Als het goed is, voel je nu een rek in je linkerkuitspieren. En dan houden we hem vast. 5, 4, 3, 2, 1. En dan wisselen we een laatste keer om. Stappen met het linkerbeen naar voren. Het rechterbeen staat achter je gestrekt. Je linkerbeen staat voor met een lichtelijk gebogen knie. En je hakken staan beide op de grond. En dan leunen we een beetje op het bovenbeen van het linkerbeen. En dan houden we hem vast voor 5, 4, 3, 2, 1. En dat was de eerste oefening van de cooling down. Hebben we de kuitspieren gerekt. Dan gaan we door naar de tweede oefening. Namelijk het rekken van de spieren van de voorkant van het bovenbeen. Het is handig als je voor deze oefening weer even de stoel erbij pakt of als je bij een muur gaat staan. Dit is namelijk belangrijk voor de ondersteuning. Oefen maar mee. De oefening gaat als volgt. Je gaat rechtop staan bij een muur of bij de stoel. We beginnen even met het rekken van het rechterbovenbeen. Dus je pakt met je linkerhand de stoel vast of houdt je linkerhand tegen de muur aan, waarbij je naast de muur gaat staan. En aan de linkerkant van je is dan de muur waar je met de platte hand de muur als ondersteuning kunt gebruiken. Vervolgens pak je met je rechterhand je rechter enkelbeet en deze trek je naar je rechterbil toe. Je knie hangt hier dus naar beneden toe. Je knieën hou je tegen elkaar aan, je bovenlichaam is hier recht en je spant hierbij de buikspieren aan. Dus je hebt met je rechterhand je rechter enkel vast. Deze heb je naar je rechterbil toegetrokken. Je knieën zijn bij elkaar en je rechterknie hangt naar beneden. En dit hou je dan voor 5 seconden vast. Voor je spieren in het linkerbovenbeen gaat de oefening hetzelfde, maar dan pak je met je rechterhand de stoel vast of je zet je rechterhand tegen de muur aan. Dus dan is de muur aan je rechterkant. Vervolgens pak je met de linkerhand je linker enkel vast. Deze trek je naar je linkerbil toe. Je linkerknie hangt dan naar beneden. En je houdt je knieën tegen elkaar aan. Je bovenlichaam is recht en je spant de buikspieren aan. En dit hou je vervolgens ook voor 5 seconden vast. Dit gaan we dus per been voor 2 keer 5 seconden doen. Dan beginnen we met het rechterbeen. Dus ga klaarstaan. Houd met je linkerhand iets vast ter ondersteuning. Pak met je rechterhand je rechter enkel vast. Trek deze naar je rechterbil toe. Houd je knieën bij elkaar. Bovenlichaam recht, buikspieren aanspannen. En dan houden we hem vast. 5, 4, 3, 2, 1. Super, dan gaan we omwisselen. Pak met je rechterhand iets ter ondersteuning. Pak met je linkerhand je linker enkel vast. Trek deze naar je linkerbil. Je voelt de rek in de voorkant van je bovenbeenspieren. We houden deze vast voor 5, 4, 3, 2, 1. Super. Gaan we weer omwisselen.
Pak met je linkerhand iets ter ondersteuning. Pak met je rechterhand je rechter enkel en trek deze naar je rechterbil. Houd je knieën bij elkaar en we houden hem vast voor 5, 4, 3, 2, 1. Super! Dan gaan we voor de laatste keer. Dus pak weer met je rechterhand iets ter ondersteuning. En pak met je linkerhand je linker enkel vast. En deze trek je naar je linkerbil toe. Je knie hangt naar beneden en de knieën zijn bij elkaar. En die houden we vast voor 5, 4, 3, 2, 1. Super! Dit was de cooling down. Heel goed gedaan! Gaan we nu naar de afsluiting van de video. Dit was de tweede sessie van online bewegen, mij hou je niet tegen. Online bewegen, mij hou je niet tegen, werkt met een herhalingssysteem. Dit betekent dat de twee nieuwe oefeningen van vandaag, dus de calf raises en de wall sit, in de volgende sessie weer terug zullen komen. Ook zullen er dan twee nieuwe oefeningen worden toegevoegd. Dit was de sessie van vandaag en graag tot de volgende keer. Doei doei! Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal@visio.org of bel 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.